gasten. Ja, maar die had gevallen dan. Kom nu, jongen. Beter is breedte. Ja, hier kan je wel om, ja. Hey allemaal, welkom bij een nieuwe video. Ik loop hier in Italië. In de buurt van Alessandria, zoiets. Ik moet nog 100 kilometer naar mijn bestemming. Dat is in Genua. Lossen bij een boot. Alleen ja, die boot die zou vandaag aankomen. Maar die boot, die komt morgen pas aan. Dus te kijken, dus rond 7 uur morgenochtend pas. Ik heb een 20 voetje bij me met machineonderdelen. En kijk eens hoe gaaf dat hier is. Dat is echt wel... super vet. En daar ook. Sprookjesachtig.
Nou ja, dus ik zeg, die boot komt later aan. Dan zeg ik maar de tijd om wat. Heb ik wat tijd voor mezelf. En dat. Ja, dat is nou dus een wandeltocht geworden door de stad. Altijd mooi Italië. Lekker eten, super lekker eten. En nog een heerlijk pizzatje op. Ja, dus morgen gaan we dus lossen. Laat ik er natuurlijk wat van zien. Ook in deze video gaan we ook de nieuwe TomTom behandelen. Mocht je me op Instagram gevolgd hebben of wat dan ook, dan weet je dat er een nieuwe TomTom uit is waar ik ook reclame mee mocht doen, mee mocht doen. de Go Expert geworden. Die ga ik behandelen in deze video. Dus mocht je nieuwe navigatie zoeken, dan zou ik zeker blijven kijken, want dan zal ik alle pros en cons van de voor- en nadelen van de navigatie behandelen. Ik zou zeggen, hoop je veel kijkplezier. Ik heb mijn spraakwagen van de TomTom. Innova. Terwijl we naar Genua aan het rijden zijn, kunnen we mooi even de nieuwe TomTom bespreken. Nou is had ik al kritiek op de oude versie van de TomTom, zoals onder andere het beeldscherm. Ik kom aan de kleine kant. Dus bij deze nieuwe Go Expert is dat helemaal aangepast. Je hebt een 6 en een 7 inch model, dat is het grootste scherm dan. Het is HD geworden, het is super scherp. Inmiddels staat hij ook op daglicht, dagversie, doet hij automatisch over switchen. Ik kan het ook handmatig doen, mocht je het winnen dat hij een keer te traag is. Maar over het algemeen denk ik van, doet hij dat zelf op het juiste tijdstip wel. Het systeem is ook een stuk sneller geworden. De vorige versie duurde best wel lang voordat hij een adres opgezocht had en deze is echt razendsnel. Dus dat is wel fijn als je niet de My Drive app zou gebruiken. Dan heb je niet, dat hoef je toch niet handmatig in te voeren. Maar mocht je dat willen doen, dan is dat nou eigenlijk ook weinig tot geen problemen meer. Wat gebleven is ook dat je natuurlijk, zodra die met de internet verbonden is. Kijk, bij de vorige had je een SIM-model. Dat is hier nog niet helemaal zeker of die gaat komen. Waarschijnlijk niet meer. Maar dus dan moet je eigenlijk altijd de verbinding maken via een extern netwerk. Dus dat kan via je telefoon zijn,
Nou ja, dat zet je eigenlijk sowieso aan voor je My Drive app. Alleen dat zorgt dat ook dan een wifi-verbinding gemaakt wordt. Dus dat kan met een hotspot gedaan worden of met Bluetooth tethering, dat voel je het ook wel noemen. Dus ja, dan geeft hij ook, zoals nu ook aan gaat komen, een hij geeft dan de flitspaal aan. En als er nog eventuele wegwerkzaamheden zijn, dan geeft hij dat ook nog steeds aan. Dus maar je moet wel die verbinding dus hebben, zeg maar. Andere pluspunt van de nieuwe Go Expert is dat hij ook voertuiginformatie om kan zetten. Dus die je hebt. Voorheen deed hij dat nog niet helemaal. En nu heeft hij dus en gewicht, hoogtes en ADR. ADR zei ik al, ik had een stukje gaan laten zien. Ik kan het al een keer laten zien. Dus als je de tunnelcodes hebt, je hebt een tunnelcode D, dan zal die om die tunnel heen sturen wat de beste route is. Even opschuiven. Nou, daarnaast is het nou ook zo dat het systeem weet de hoogtes van tunnels. En dan moet je niet vanuit gaan dat je als je met hoogtetransport rijdt en dat niet, maar het gaat meer om de 380 bruggetjes, de 390, weet je, dat je niet meer opeens ergens staat voor een te lage tunnel. Dus, ja, en ik weet de meeste mensen die met overhoogte rijden, kijk, die rijden vergunningen als het anders. Maar dit systeem kent dus de standaardmaten die overal van toepassing zijn. En ja, daar zal hij omheen sturen. Dat geldt ook voor asgewicht en totaalgewicht. Je kan alles invoeren naar hoe jij rondrijdt. En de TomTom zal dan met de routebegeleiding daar rekening mee houden. Je heeft wel anders sturen, indien nodig. Zodra je dus die wifi-verbinding hebt, ook deze TomTom houdt dus rekening mee. Als er vertragingen op de route zijn, dan zal die weer dat groene. Zelfs als je nou met die andere wegwerkzaamheden en parkeerplaatsen ziet, zal er weer een groen dingetje opkomen met deze route is, kan zoveel sneller. Klik je op, krijg je een alternatief aangeboden. Dat werkt gewoon hartstikke mooi nog steeds. Nou, die alternatief kun je ook dus al in het begin zien als je een route invoert, dat je al 3 keuzes krijgt. Die kreeg je eerst al leuk in de MyDrive app te zien, maar nu dus ook in het systeem zelf. Dus als je een handmaat invoert, krijg je hem ook gelijk die 3 die 2 alternatieven, het is natuurlijk 3 routes, 2 alternatieven. Ik ben wel weer tevreden met de update. Ik ben blij dat er een hoop dingen zijn aangepast. En er zijn nog steeds aanpassingen te komen hoor. Ik heb nu ook, als ik het systeem open, zie ik bij mij ook updates staan. En als ik weer thuis ben, dan ga ik even over de wifi. Moet even je kabel meenemen, wifi aansluiten, wifi verbinding maken. Kan je gewoon updaten zonder externe kabel te hoeven gebruiken voor de computer of iets dergelijks. Dat systeem hebben ze gehouden, werkt erg fijn nog steeds. Nou, ik zeg, het enige wat ik jammer vind is dat ze momenteel geen SIM-kaart ingebouwd hebben. Dus dat je altijd die verbinding wil maken, want dat is wel eens een keer. De ene keer pakt hij hem wel automatisch bij mij en de andere keer niet. Dus moet ik weer even zelf instellen. En vooral als je heel veel in- en uitstapt op een dag, kan dat wel eens een keer vervelend zijn. Maar over het algemeen rijd ik toch lange afstanden en heb ik niet zoveel last van. Maar ik kan me voorstellen dat mensen daar problemen mee hebben. Of problemen, dat ze het irritant vinden. Dat is beter. Een makkelijke functie is ook de stembesturing. En ik gebruik het eigenlijk toch best wel vaak. Ik dacht, nou, dat is een tapje eraan, maar ik vind het echt ideaal. Nadeel is, het werkt alleen in Nederland. Nou ja, naar adressen navigeren werkt alleen in Nederland. Je kan wel favorieten aansturen in het buitenland of naar huis dirigeren. Of volume harder en zachter zetten. Dat zou ik wel graag ook in het buitenland zien. Maar je zit natuurlijk met dialecten. Dus ja, en ik zal waarschijnlijk de Noorse straten niet altijd goed uitspreken. Maar net als Vlaanderen, België, natuurlijk, dat zou wel weer mogelijk zijn. Een voorbeeld, ik zal het even laten zien. Hallo TomTom. Oh, dat is iets te snel. Hallo TomTom. Ik luister. Ga naar een adres. Zeg een adres in Nederland. Kerkenplaat 4, Dordrecht. Kan nummer 4 niet vinden. Er wordt in plaats daarvan een route naar Kerkenplaat 4, Dordrecht gezocht. Hoppa. Dat is makkelijk.
Airport, airport. Zo vet aan Genua, hè, dit. Ja. Moet je je voorstellen dat je hier woont. Dol. Ja. Daar is de Fairmaster. 2 uur later dan gepland. Nou, de boten zijn binnen. 2-3 uur later dan gepland. Ik ben blij dat ik niet eerder ben gaan rijden. Voor mij is het nieuw. Zo, wie heeft deze vastgemaakt, joh? Zo strak. In ieder geval, ik ga de boel maar even loshalen. De boot staat de andere kant, zoals je net kon zien. Zo. Ik moet lossen en laden bij die boten, dus. De douane zou nog bellen als de dag geregeld is, maar dat is ook wel weer uitlopen. Tegen 11 pas had hij het over, dus. Het is nu denk ik 10 uur. Ja, ja. Joh. Beter in het zonnetje dan in Noorwegen, daar sneeuwt het nou, dus ik vind het toch best. Ik vind het hartstikke best. Centro. Oh, picture. Thank you.
Nou, ik heb hem bijna leeg. Dus ik heb nog twee pallets erop staan. En daarom moet ik nog laden. Ja, die drommels moeten er nog op en dan... Kijk, er is geen verbinding met mijn, ik wil mijn adres invoeren. Van instellingen, Bluetooth. Wait, now, yeah, go. Hello, good afternoon. Thanks for watching William Dizou. Please subscribe. Shout out also GDI Shells. Yeah, hello. Thanks very much for watching. Great. Thank you, sir.